Kijk, ik kan ook wel boos worden, weet je, Mr. Massup, maar Virgil is een psychopaat, snap je? Virgil is gemeen, snap je wat ik bedoel? Mij moet je gewoon niet boos maken. Dat is een ander verhaal. Yeah, funny, the sound of. Vandaag sta ik op de rode loper van de film Suriname. Een spannende film over drugs en criminaliteit. Mijn grote matties Jo Silvio en Fernando spelen in die film. Maar stel je voor dat er een film zou komen over hun leven. Welke acteur zou die rol dan moeten vervullen? Daar ga ik achter komen. Let's go! Weet jij wie het heeft gedaan? Jij blijft precies hier. Bij mij. Iedereen die hier iets mee te maken heeft, is straks dood. Jo Silvio, eerste keer dat je acteert? Ja. Hoe was het? Hoe heb je je verdiept in je rol? Ik ben er gewoon ingegaan, man, zeg maar. Ik speel echt een psychopaat. Ik weet niet, het is best wel moeilijk om je daarin te verdiepen of zo. Je weet toch, zeg maar. En mood switches en je weet toch, borderline-achtig. Ik wou me erop voorbereiden, maar dat lukte me niet echt. Je weet toch? Dus ik zei tegen mezelf, ik moet er gewoon ingaan, man. En dat heb ik gewoon gedaan. Milton, hè? Een boze man. Beetje boos, beetje raar. Wat heb jij gedaan om in je rol te verdiepen? Ik ging heel veel politie-series kijken. Ik heb naar Heat zitten kijken. Legendary movie met Robert De Niro. Al Pacino. Ik wilde die man zijn die voor rechtvaardigheid gaat. Ik wilde die man zijn die inderdaad boos is op, zeg maar, het feit dat Winston zomaar weg moet komen met allemaal slechte dingen. Ik wil Suriname een betere plek maken. Dus ik ben boos. I'm like, Winston, mij maak je niet aan. Snap je? Dus ik moest die man worden. Ik moest Milton worden. Dus van radio DJ naar acteur en, zeg maar, in die rol kruipen, dat was wel een hele mindswitch. Ik heb deze rol aangenomen ook om mensen te inspireren. Van als het denkbaar is het mogelijk. Leef je grootste droom en je kan dit. Als je in iets gelooft, kan je het gewoon doen. Dus zonder acteerervaring in zo'n grote film spelen, ja man, it's a dream come true. Nou, ik zou je zeggen, ik heb me in het vliegtuig voorbereid. Want daar zat ik naast degene die mijn dochter zou spelen, Rosita. En we hadden diepgaande gesprekken. Dus toen kwam ik er ook achter wie voor mij het voorbeeld zou zijn. Naar wie ik die slechterik of die strenge vrouw. En die had ik in mijn oma. Allereerst, ik heb geprobeerd niet proberen te judgen van wat mijn karakter is. Want als ik het lees, denk ik van, oh, dit en dat kan het zijn. Ik heb het boek gelezen van Jan Geurt, Verslaafd aan de Liefde. Omdat er is een soort van toxic relationship tussen het karakter dat Faya speelt, Nadia, en dat van mij, van Steven. En daarin heb ik ook geprobeerd om de Surinaamse taal eigen te maken. Want Surinamers in Nederland praten anders dan Surinamers in Suriname, toch? Dus zo ben ik gaan stoeien, lekker onder de mensen. Zo heb ik dat gedaan. Ik heb als eerst acteerlessen gevolgd. Dat hebben ze meteen mij laten doen. En ik heb me vooral opengesteld. Want het is natuurlijk heel wat anders wat ik normaal doe. En omdat het zo nieuw was voor mij, heb ik gewoon alles op nul gezet eigenlijk. En gewoon vol vertrouwen erin gegaan. En ik heb gewoon heel veel support gehad van het hele team. En ik heb me gewoon heel goed verdiept in de rol. Komen er enige dingen overeen tussen je eigen persoonlijkheid en die van je personage? Kijk, ik kan ook wel boos worden, weet je, Mr. Massup. Maar Virgil is een psychopaat, snap je? Virgil is gemeen, snap je wat ik bedoel? Mij moet je gewoon niet boos maken. Dat is een ander verhaal. Niet in een taxi zetten met een, weet je toch? Snap je, dat soort dingen moet je niet doen. Nee! Ben gek geworden! Ga maar daarna hem lekker op! Want die moet ik nog gaan rijden, of niet? Nee. Ik had nog geduld in die taxi bijvoorbeeld, weet je, maar Virgil had hem al door zijn kop geschoten, zeg maar. Hij zei tegen hem, komt goed, en dan had hij hem door zijn kop geschoten. Daarna nadat hij zei, komt goed. En dat is wel het verschil, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Dan ben je een psychopaat. Ik had nog langer Milton willen zijn. Wat het mooie aan acteren is dat het heel bevrijdend werkt. Je bent even iemand anders. Je bent even niet iemand van de radio, Mr. Good Vibes Only. Je bent even iemand anders. Ik heb zoveel respect, zeg maar, nog meer gekregen voor acteurs die even iemand anders kunnen zijn. Die even uit hun eigen comfortzone kunnen stappen. Iemand anders worden. En om dat te kunnen doen op het witte doek is amazing. Ik ben zelf getrouwd in die film. Ik heb echt met kippenvel, zeg maar, gewoon tijdens acteerdagen staan. En Faya heeft me heel veel geholpen met wat tips. Door te zeggen, je moet vanuit je ogen acteren. Ik heb Tigo Gernot gevraagd tijdens Bagels & Beans om even, ja, wat moet ik doen? Hij zegt, wees van jezelf. Je hebt het in je. Vertrouw op je eigen kunnen. Dope boy, wat vond je van de film? Ik zeg je eerlijk, het was wel een goede film. Ik had het niet zo goed verwacht, als ik wel eerlijk ben. Wat had je niet verwacht? Dat ze zo goed konden acteren. Ik vond dat Jo Silvio het echt goed had gedaan, man. En ook Fernando natuurlijk. Het was een leuke film, man. Het was mooi voor Suriname ook.
Ik als Surinamer kijk wel trots naar die film, dat we als land toch zo op de map staan. Toch represent. Voelde je een beetje die Surinaamse trots naar boven komen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het wel iets Surinaams had gemogen voor mij. Eerlijk gezegd, maar het was wel, ze hebben het wel mooi in elkaar gezet. Professioneel. Dat vind ik mooi, man. En wat had je dan wat meer Surinaams naar boven zien willen komen? Ik had wel gewoon wat meer Surinaams gewoon gesproken. Misschien Surinaamse acteurs eventueel. Maar verder, ik moet eerlijk zeggen, sowieso die cast was gewoon goed. De acteurs waren goed. Dus ja, verder was het gewoon een leuke film, man. Stel je voor, hè, je hebt alle keus. Hollywood staat open. En er komt een film over jou en jou. Welke acteur zou die moeten spelen? Charlize Theron. I love her. Ja? Ja. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek, maar ik vind hem echt een gruwelijke acteur. Daniel Kaluguelo of zo. Get Out, die donkere acteur. Dat Engelse, Brits. Als ik naar hem kijk, ik word gewoon helemaal naar hem toegezogen. Stel je voor, er komt een film over jullie. Welke acteur of actrice zou die film dan moeten vertolken? Als iemand mij zou spelen, Romana Vrede. Omdat ze een goede actrice is. Ze is puur. Ja, nee. Ik denk dat die acteur nog moet komen die mij moet spelen. Ja, slim. Heel politiek correct. Ik denk dat die nog moet komen, ja. Niet één naam gewoon? Leonardo, Johnny. Die ik het gewoon heel dope vind doen in Nederland, dat zijn Bilal Wahib en Osama. Die twee boys vind ik gewoon ver boven de jeugd uitsteken, zeg maar, qua acteren, je weet toch? Ja, maar ik weet nou niet of ze nou mij per se zouden kunnen spelen. Zou dat wel kunnen, hoor, daar niet van. Als ik dat aan hun vraag zou zeggen, natuurlijk kan ik dat, dacht maar. Maar of het zou overkomen, weet ik niet, je weet toch? Maar hun vind ik wel het doopste van de jeugd, zeg maar, in Nederland, ja, man. Denzel Washington, mijn idool. En dan gewoon die struggling radio DJ die de eerste urban radio DJ wilde worden van Nederland. En alle ups en downs wat hij heeft meegemaakt om te komen waar hij is en die nooit heeft opgegeven. Schiet Tajula of zo, man. Zo, Tajula, from all people, kom jij bij Tajula? Ik vind hem gewoon fatu, ik vind hem gewoon lauw guy. Ja. So, shout-out naar jou, Tajula. Ja. Zou het dan ook een comedy worden of zou het een ander genre zijn? Oh, zou mogen, maakt niet uit, man. Ik denk één van mijn matties. Hun kennen mij ook het beste. Of ja, gewoon mensen die heel dicht bij me zijn, die gewoon precies weten hoe ik zal zijn en in bepaalde situaties. Ja, ik denk mijn matties. Heel eerlijk, ik heb daar niet over nagedacht, maar je gaat natuurlijk voor de beste acteurs. En ik bedoel, ik ben een enorme fan van Denzel Washington. Dus als dat realistisch zou zijn, dan zou dat wel mogen. En welk genre zou de film een beetje worden? Vooral drama, denk ik. Want je bent een hele dramatische man? Dat niet, maar ik heb wel heel veel drama meegemaakt. En heb je zelf ook een beetje ambitie om te acteren? Dus ik zou wel willen acteren, eerlijk gezegd, man. Eigenlijk wel, maar ik heb nog nooit de kans gehad, eerlijk gezegd. Dus, misschien komt dat wel, man. Welke rol zou je willen vertolken? Dat je denkt, dat zou echt een rol zijn die bij mij past. Ik denk toch wel misschien een soort bad guy of zo. Ja? Rol zou ik wel leuk vinden om een keer te proberen. Een soort Joost-achtig type. Of minder bad? Misschien iets minder. Nee, maar gewoon een leuke rol. Maakt niet uit, ik sta overal voor open. Ja, tuurlijk. Zet hem maar als een drugsdealer of zo. Of als iemand die gewoon een straatjongen of zo. Iets, gewoon een hele leuke rol dat gewoon een beetje uitdagend is. Dat zou ik wel willen doen. Oké, top. Mochten ze zoeken naar een acteur? Ja. Het was zeker een gekke film. Vol spanning en vol avontuur. Ik kan helaas geen spoilers geven, maar ga hem zeker checken. Vond jij dit een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet om te abonneren. En dan ben ik ook weer weg. Bye bye! The sound of